Ja. Zo gaat dat, ja? Ja, helaas wel. Nou, ik zei gelaten, maar ik weet, ik ben dus bezig met die teksten, ja, die jullie mij gestuurd hebben. Tenminste, jullie die het al gedaan hebben. En in verband met de grijsheid van de genade vervallen, het verliezen van je redding. En vorige keer heb ik al een paar dingen als antwoord, een paar dingen behandeld uit de e-mail. En nu ben ik bij de volgende, die was ik nog mee bezig. Die schreef van, ik zal het nog een keer lezen. Uit de richting waar ik vroeger in mijn jeugd ben opgevoed, waren een tweetal zaken erg belangrijk. Dat was als eerste de dagelijkse bekering. Dus vraag om dagelijkse vergeving en als tweede de zonde tegen de Heilige Geest. Dagelijkse bekering, CQ, vergeving vragen, is een must. Anders verval je volgens hun uitleg terug als zondig mens en dus verloren. Nou, dat hebben we vorige keer een beetje gekeken naar het beleiden van zonde. Elke keer een vergeving vragen. Dat hebben we al gehad. En dan, volgende punt. Verder is mij vroeger altijd geleerd dat de zonde tegen de Heilige Geest onomkeerbaar was. Je was dan zeker verloren. Maar wat het nou precies was, is mij toen nooit duidelijk geworden. En ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Niemand wist eigenlijk wat. Wat is dan die zonde? Welke is dat? Ik vroeg hem ook wel eens af. Wat is nou die zonde dan? Die je dan begaat. Dan ga je verloren. En dan zie je eigenlijk iedereen die mij geschreven heeft, komt, geven ze die dingen aan. En dan eindigt dan altijd van, bijvoorbeeld, nou gelukkig is het nu niet meer zo. Gelukkig is het nu niet meer zo. Hier ook. In het licht van onze huidige kennis, en dan heb je het, hè, tot kennis van de waarheid komen, waar we het net over hadden. En het rechtsnijden van het woord weten we nu beter en er is geen twijfel. Prijst God daarvoor. Zie je het? Zo eindigt iedereen. Dus dat is mooi. En dan zie je dus in de verwarring waarin men zat, en teksten die schriftuurlijk zijn, alleen niet voor jou toepasbaar zijn in de bedeende genade. En daar zit het probleem. En dat is natuurlijk ook in verband met de zonde tegen de Heilige Geest. Ja, dat werd geleerd dat hij onomkeerbaar was. Ja? Dan was je zeker verloren. Nou, dat klopt ook. Dat klopt absoluut. Ja, alleen, men zegt wel eens, dat is geen doodszonde. De katholieke kerk leert volgens mij dat wij nog steeds een doodszonde kunnen begaan. Maar de doodszonde, niemand kan de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Het is gewoon onmogelijk nu. Hoe komt dat? Wij hebben kennis in het woord de waarheid gekregen. En dat is waar deze persoon ook over schrijft. Het is hem toen nooit duidelijk geworden, nu dus wel, ja. Nou, en als je denkt over het dan zeker verloren gaan. Ik heb het woordje verloren eens even opgezocht in de Bijbel. En zie je in het Oude Testament staan. Paulus spreekt erover. De Heer Jezus bijvoorbeeld, hij heeft zijn zoon gegeven. En dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus allemaal verloren gaan in de betekenis van dat je je behoudenis, nee, ik zeg het niet goed, niet verloren gaat, dat je gewoon in je huidige staat van het verloren zijn blijft. Ja? Want het punt is, als jij eenmaal kind van God bent, dan ga je niet meer verloren. Dat is onmogelijk. Daar ben je juist van gered. Christus heeft ons gered van wat? Van de tweede dood. Wat is de tweede dood? De tweede dood is als je naar de poel des vuurs gaat. Dat is het punt. Nou, een gelovige nu, als je even met 1 Korinthe gaat, dan met mij. En dat is wel even goed om dat even aan te stippen. Want het woordje verloren kan ook in de brief van Paulus een. Kijk, er zijn van die woorden, dan moet je uit de context lezen dat wat een woord soms betekent. Ja? Je kan wel klakkeloos een woordenboek opslaan, maar dat wil niet zeggen dat je dan. Soms geeft. Eigenlijk is het altijd de context die de betekenis van het woord aangeeft. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik was buiten, de was aan het ophangen, terwijl ik de vloer in de was aan het zetten was. 3 keer het woordje was. En 3 keer in verschillende betekenis. En als ik het zo zeg, en je luistert daarna, dan weet je precies wat het woordje was in die 3 keren betekent. Dat heeft alles, je moet goed naar de zin luisteren, naar de context. En dan denk ik, oh wacht eventjes, nou weet ik wat was. Maar het is 3 keer een verschillend woord, hè? Nou, en dat is in de Bijbel, kan het soms ook dus een dubbele betekenis hebben. Dus lees goed. Dus als je in 1 Korinthe 8 vers 11 leest, dan zegt Paulus, en dan zou je zeggen, hé, een broeder kan verloren gaan. Dat staat, en zal de broeder die zwak is door uw kennis
verloren gaan. Om welke Christus gestorven is. Hier spreekt hij over een broeder die gaat verloren. Maar wat voor verlorenheid? Spreekt hij dan over de tweede dood? Nee, helemaal niet. Verloren gaan. Dat wil zeggen, je raakt hem kwijt. Als een broeder, die heeft namelijk... Kijk, iemand neemt het evangelie aan. En vooral in die tijd, je zal maar in Korinthe zitten. En dan dat zat midden in de afgoderij. Met ook al die afgods, al die tempels met afgoderijen en hoererijen, noem het allemaal maar op. En dan had je ook natuurlijk vlees wat daar geofferd werd. Nou, en Paulus weet, ja, alles is rein voor de reinen. Ik bedoel, wij mogen alles eten, toch? Er is niks uitgesloten. Ja, dat weet je nu. Maar als jij net uit die wereld komt, ja, of een Jood die nooit varkensvlees gegeten heeft, of een moslim, en die komt dan opeens in deze boodschap, en jij gaat varkensvlees eten om te laten zien dat je vrij bent, dan kan die persoon, die begrijpt dat nog niet, die heeft nog een zwak geweten. Die denkt, dat is toch, hij weet, dat is bijvoorbeeld in die afgodentempels, dat was afgoderij. Als jij gered bent, dan weet je onmiddellijk, dat is afgoderij. Dat is niet de God van de Bijbel. En het is aan de duivel geofferd. Dus dat vlees wat daar geofferd is, mag je dat dan eten? Nou, als jij nog niet goed in die kennis van de waarheid zit, dan denk je dat dat besmet is. Hoe kan ik dat zo zeker weten? Nou, kijk bijvoorbeeld naar, als men in het woord de waarheid niet recht snijdt. Nou, niet om, maar om wat te zeggen, maar hoeveel gelovigen denken niet dat iets besmet is door de duivel? Bijvoorbeeld een zaal waar de avond ervoor bijvoorbeeld yoga gegeven is. Men komt dan in een zaal, dan moeten de geesten uitgedreven moeten weg en dat soort dingen. Dat gebeurt. Dus, ja, we lachen erom, maar het is wel, het gebeurt wel. Omdat men denkt, ja, en personen kunnen ook door de duivel bezeten raken, dat soort dingen allemaal. Maar als je het woord waar het recht snijdt en je geweten is gesterkt daarin, door de gezonde leer, dan weet je allemaal, kan niet. Maar goed, dat is niet op dat eerste moment. En daar spreekt Paulus over. Een broeder die zwak is, die nog niet voldoende kennis in het woord de waarheid heeft. En die ziet dat, het is aan de afgoden geofferd. Kijk maar in vers 10. Want zo iemand, u die de kennis hebt, jij hebt de kennis. Zal de conscientie dezelfde die zwak is, niet gestijfd worden. Dus zijn geweten wordt gesterkt. Dus die verklaart hem op dat moment schuldig als je toch dat afgodenvlees gaat zitten eten. Want Gods geest getuigt ook in je geweten. En dat is door de gezonde leer. Dus als je die nog niet voldoende in die leer ziet, dat je dat nog niet weet, dan gaat jouw geweten nog steeds van dat oude geweten, gaat jou schuldig verklaren. Nou, kijk. De dingen die de afgoden geofferd zijn, en zal de broeder die zwak is, door uw kennis verloren gaan om welke Christus gestorven is. Doch gijlieden al zo tegen de broeders zondigende en hun zwakke geweten kwetsende zondig tegen Christus. Daar zegt Paulus, als die spijs mijn broeder ergert, zal ik nooit vlees eten. Maar die broeder gaat verloren, wat verloren? Nou, dat hij op een gegeven moment afvalt. Dat hij denkt, dat hij van dit geloof afvalt. Zijn geweten, hij is zwak en hij ziet dat. Dat als je erover nadenkt, als wij verkondigen, ja, Christus stierf voor je alle zonden, al je zonden zijn vergeven en je bent vrij om te doen en laten wat je wil, wat is de eerste reactie? Ja? Nou, dat leren wij niet. Maar het is wel de eerste reactie van iemand. En als jij dat niet op een goede, liefdevolle manier mee omgaat, dan zegt zo iemand op een gegeven moment, nou, dat geloof ik. Dus als jij niet het goede voorbeeld geeft en in liefde met hem omgaat en hem daarin onderwijst, dan kan je zo iemand kan dus daardoor. En dan valt hij weer in zijn oude gedrag, zeg maar. Dan valt hij af. In die zin bedoelt hij verloren. Dus niet verloren in verband met behoudenis. Dus een broeder kan niet verloren gaan. Dit is de enige keer dat Paulus spreekt in verloren gaan, wat het niet met de tweede dood betreft. Dus je eeuwige behoudenis. Nee, dus kijk in 2 Korinthe 2 vers 15. 2 Korinthe 2 vers 15. Dus dat is ook niet de zonde tegen de Heilige Geest die je daar ziet. Een broeder kan niet verloren gaan. Dus let goed op als je zoiets leest. En 2 Korinthe 2 vers 15. Want wij zijn goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Zolang je in dit leven levend blijft, ben je in een verloren staat. Je bent op weg naar de totale verlorenheid.
Alleen tijdens dit leven kan je natuurlijk nog altijd de Heer Jezus aannemen. En dan zie je ook, in degene die zalig worden, ben je goede reuk. Voor God ben je altijd goede reuk. Ja? Altijd. Voor God zijn we goede reuk van Christus. Kijk, in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Maar ja, voor degene die verloren gaat, is de reuk dus doods. En degene, de ander is het ten leven. Maar je ziet hier de verlorenheid tegenover het zaligheid. Dus je ziet hier het verloren zijn, moet je goed opletten. Maar hier heeft het duidelijk te maken, mensen die de Heer niet hebben aangenomen. En die gaan verloren, of ze moeten het evangelie aannemen. Nou, dus je ziet hier die twee betekenissen, ja. Nou, de zonde tegen de Heilige Geest, ja. Dan ben je zeker verloren. Nou, wij weten, we leven in de bedelende genade. En er is een zonde tot de dood. Kunnen wij een zonde begaan tot de dood, dat wij verloren gaan? Nee, dat kan niet, want al onze zonden zijn vergeven. Ons onderwerp is, kan iemand zijn eeuwige behoudenis verliezen? Nou, wij weten, dat is niet zo. Maar er zijn teksten die dus daar op wijzen dat het zo lijkt. Gaan we met 1 Johannes 5, ja. En dat is ook weer door het rechtsnijden van het woord de waarheid, dat wij weten, wij hebben kennis van de waarheid. En hier komt die tekst onder andere uit. En dit is de zonde tegen de Heilige Geest, waar de Heer Jezus over spreekt. Maar je ziet het, de Heer Jezus zegt het. Nu slaan we de brieven van Paulus over en nu komen we in Johannes uit. Ja? En indien wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van Hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven. De... Ja, vers 15. Ja? Nou, dan zit ik in 16 hoor. Dus indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en Hij zal het hem leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. En dan komt het, er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat Hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde. Wat is zonde? Dat is de definitie. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot dood, niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt, maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Die kan hem niet vatten. Die kan hem niet grijpen. De boze, de duivel, ja? Die kan hem niet vatten. Nee, iemand die uit God geboren is, en dan spreken we over de kleine kudde in die tijd, niet zondigt. Wat bedoelt hij dan? Nou, dan moet je een pijltje maken naar vers 16. Dat is die zonde tot de dood. Zie je dat? Die zonde. En wat is dat? We weten dat het antichrist 666. En dat is een zonde tot de dood. Ja, dat heeft gewoon te maken met een keus die je maakt. En dan zie je, daar is geen redden meer aan. Als die zonde eenmaal plaatsgevonden, want hij is de mens der zonde, hè? Zo noemt Paulus hem. Het is de leugen. Het is de antichrist. En dat noemt hij de zonde tot de dood. En dat kan je wel verbidden, maar dat heeft geen enkele zin. En iemand die uit God geboren is in die tijd, dat iemand die de Heer Jezus als de Messias heeft aangenomen in plaats van de antichrist, ja, die zondigt niet, die doet dat niet. Die zal het niet aannemen. Maar die uit God geboren is, bewaart, zie je, dan bewaart hij zichzelf hierdoor. Hij heeft de goede keuze gemaakt. En de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn. En dat de hele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is. Dat weten zij. En Hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En dat is niet de antichrist. En wij zijn in de waarachtige. En dat zegt hij er ook achter. Namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die 2000 jaar geleden, als het nu zou zijn, gekomen is. Daar zijn zij in. En kijk, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. In de context geplaatst, ja, dan zie je, die brief van Johannes is geschreven in de tijd, voor de tijd van de grote verdrukking. En hij zegt daarom, wie is nou de waarachtige God? Wat zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen? Wie gaat op de troon zitten en zeggen dat hij God is? Dat is de antichrist.
En zie je in die tijd wat je dan zegt, hè? Nee. Net zoals bij de Romeinse tijd toen, als jij zei, Christus is God. Maar wie was de God eigenlijk? Dat was toch de keizer, die moest je ook aanbidden als God. Er waren ook andere goden. Dan zeg je, nee, er is maar één God en dat is Jezus Christus. Dit is trouwens ook een tekst voor de godheid van de Heer Jezus Christus. Die kan je zo aan de Jehovah's getuigen laten zien in hun eigen Bijbel, want die staat ook in hun Bijbel. Want zij ontkennen dat natuurlijk. En dan zegt hij, dat is de waarachtige God. En dat is niet de antichrist. Dus ja, dat is dus zonde. Dat is dus een doodzonde. Maar die doodzonde kunnen wij nu niet begaan. Waarom niet? Omdat wij zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Wij zijn nu ook verzegeld, ja? Met de Heilige Geest. Maar de antichrist, gaan we mee naar Openbaring 13. In die tijd is er ook een verzegeling. Nou, sowieso de gelovigen uit de kleine kudde die de Heer Jezus aannemen, die zullen, omdat zij hebben zijn geest ontvangen, zij zullen niet die zonde des doods nog kunnen doen. Zij zullen dat, ze hebben net gelezen, ze zullen die zonde niet doen. Dat kan gewoon niet. Gaat niet gebeuren. Maar als je kijkt in Openbaring 13, vers 15. En hetzelfde werd macht gegeven. Dat is het tweede beest, zeg maar. En die lijkt, die doet als Christus, hè, want in vers 11 zie je staan. Hij had twee hoornen des lams hoornen gelijk. Zie hij, het is ook iemand die een voorkomen heeft alsof hij een heel goed iemand is. Nou, aan hem in vers 15 werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, omdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nou, als je iemand aanbidt, wat doe je dan? Wie komt aanbidding toe? God. God toch? Als hij zegt, ik ben, ze moeten het beeld van het beest, dat is de antichrist, die zit op de troon, daar wordt ook een beeld van gemaakt. Hè? Dan zie je het altijd samen, zie je het trouwens staan in een openbaring, het beest en het beeld en dan ook het merkteken, die dingen gaan samen. En de Bijbel verbiedt al dat jij een beeld van God zou maken, ja? En hij laat ook een beeld van zichzelf maken. Ik denk zelf dat die beelden ook overal worden verspreid, ja? Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar goed, je ziet hier, als je dat beeld van het beest niet aanbidt, dan word je dus gedood. En het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal zijns naams. En dan zien we in vers 18, hier is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen en zijn getal is 666. 666. 6 is het getal van de mens trouwens, ja. Daarom 3 keer 6. Hij imiteert ook godheid, ja, drie-eenigheid. Maar in ieder geval, je ziet hier, je kan niet kopen en verkopen, je krijgt dus een merkteken. En je vraagt zich allemaal af, wat is dat nou, dat merkteken? Nou, Dief in de Nacht, die film, hè. Krijg je hier zo'n tekentje op voorhoofd, zie je dan. Sommigen die film misschien kennen. Maar in ieder geval, het gaat erom, dat is eigenlijk de verzegeling van Satan op de ongelovigen. En dat is nou de zonde tegen de Heilige Geest. Dus ja, met andere woorden, ook hier moeten we weer het woord en waarheid recht snijden. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je dus de vraag, en dat was ook eigenlijk de volgende e-mail. Dan zie je, wat ik mij nog kan herinneren, is dat onderstaande teksten vaak misbruikt werden als er weer iets nieuws was uitgevonden, zoals de postcode of pincode. Dat is al een tijdje geleden, de postcode. Daar kwamen ook allerlei verhalen van. En de pincode, ja, is dat. Nu heb je het over chips die geïmplanteerd kunnen worden. En zo, al dat soort dingen meer, ja. En dat zou dus allemaal wel met de antichristen te maken kunnen hebben. En dan zie je in deze e-mail ook dat hij ook die tekst aanhaalt uit Openbaring die we net hebben gelezen. Ja, dus, maar dat komt. Dat soort verhalen krijgen allemaal. En, maar goed, die pincode of postcode of wat zei ik net ook alweer, chips en noem alles soort dingen meer. Ja, dat is precies wat Satan wil dat we dan gaan geloven. Ja? En dan worden de mensen, die zijn overal mee bezig, behalve met de boodschap, het evangelie van Gods genade. Want het merkteken, oké, dat komt, maar is niet nu aan de orde. De zonde tegen de Heilige Geest kan niet. Er is geen zonde
waarvoor Christus niet gestorven is in deze tijd. En de antichrist, wij zijn behouden van de toekomende toorn, die is niet helemaal niet actueel. Want dat is de zonde eigenlijk dan. En daar is geen vergeving tegen mogelijk inderdaad. Maar daar is Christus ook niet voor gestorven, ja. Voor die zonde. Nou, dus je moet het woord der waarheid wegsnijden en dat lost alles op. Dus wij zijn verzegeld nu in deze tijd met de Heilige Geest. De belofte, dat weten we, dat is ons zegel. En er worden nu geen merktekens uitgedeeld. Wat je ook allemaal ziet gebeuren, dat heeft allemaal niks mee te maken. Dus verkondig het evangelie zoals het is. En we zijn behouden van de toekomende toren. En dat is zoals Paulus dat nu aan ons leert. Kijk even in Romeinen 8 vers 1, dat was ook een vraag. Romeinen 8 vers 1, dat kan ook mensen in onzekerheid brengen. Namelijk, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dan komt daar de voorwaarde, lijkt het, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus met andere woorden dan gelezen, er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, tenminste als ze naar de geest wandelen. Snap je? En niet naar het vlees. Er is geen verdoemenis. Wat bedoelt hij met verdoemenis? Ja? Het woordje verdoemenis denken wij natuurlijk altijd aan de hel. En dat je voor de eeuwig verloren gaat. Dat is, ja, ik weet de NBG zegt veroordeling hier. Maar het woordje verdoemenis, dat heeft hier de betekenis in zijn context ook weer. Moet je lezen. Waar gaat dit over? Is dit een tekst? Voor sommigen die zeggen ook, dit gaat over onze positie. Maar Paulus spreekt in dit stuk over onze wandel. Nou, dan klopt het als jij zegt, als ik naar de geest wandel en niet naar het vlees, dan is er geen veroordeling, geen verdoemenis voor mij. Want kijk, je moet doorlezen. Als ik nou bijvoorbeeld lees, waar gaat Romeinen 6 over? Dat wij zijn vrij van de zonde, toch? Waar gaat Romeinen 7 over? Vrij van de wet. Waar gaat Romeinen 8 over? Het leven door de geest. Daar staat hierboven het nieuwe leven door de geest en dat klopt. En dat is samen met rood en waard recht gesneden is voor ons de oplossing. Zodat wij geen veroordeling of verdoemenis krijgen in verband met onze wandel. Waarvan Paulus ook ergens zegt dat wij dan verwerpelijk zouden zijn, ja, voor God. Kijk, in 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Zie je dat? Paulus spreekt hier over onze wandel. Wie verlost mij uit het lichaam deze dood? Hoezo? Wat is er aan de hand van Paulus? Nou, omdat hij zegt, het goede wat ik niet wil, dat doe ik. En het kwade wat ik niet wil, doe ik wel. En hoe kom ik hieruit? Dat is niet door onder de wet te gaan leven. Want wat gebeurt er als je onder de wet leeft? Dat is wat in hoofdstuk 8 vers 1 staat. Dan wandel je naar het vlees. Dat is, inderdaad, als jij naar het vlees wandelt, dat weten we allemaal wel. Wat, hoe denkt God erover? Nou, daar gaat Romeinen 8 over. Want als je doorleest, want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet des zonde en des doods. Kijk, het leven van Christus, ja. Er is een wetmatigheid van de geest die er is. Dat is als je het leven in Christus hebt. Dat is namelijk, hij heeft de macht van de zonde doorbroken. Ja, want hij heeft, wat is die wet die in mij is? De wet van de zonde is, dat loon van de zonde is de dood, toch? Zowel, daarom gaat iedereen dood, maar voor een gelovige geldt het ook. Dat als je zondigt, ja, geestelijk, dan sterf jij, zeg maar, dan bedroef je de Heilige Geest. Als je in zonde gaat leven, dan is de geest helemaal uitgeblust. Dus dan krijgt de zonde in jou voor het zeggen. Maar wij hebben de wet van de geest. Want Romeinen 8, hè, Paulus noemt daarvoor, maar één keer spreekt hij over de Heilige Geest in de Romeinenbrief. Dat is in verband met die verdrukkingen. Hè? Nou ja, goed, dat staat in Romeinen 5. Voor de rest nergens. Daar komt hij nu in hoofdstuk 8 mee. Want dat is namelijk het nieuwe leven wat wij leiden. Dat is de oplossing om nu het nieuwe leven te kunnen leiden. Dan moet je Romeinen 6 en 7 natuurlijk weten. Ik ben levend voor God. Ik ben niet meer onder de wet. En hoe ga ik dan nu leven? Nou, door de geest. En als ik door de geest wandel, staat hier ook, het is ook een wandel, maar door de geest laat leiden, dan is er geen verdoemenis, omdat ik wandel namelijk niet naar het vlees.
Met andere woorden, Gods geest gaat mij versterken, zodat ik niet in Romeinen 7 blijf hangen. Vers 19. Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Want wij zijn onder de genade, let op, hè. Dus ga niet onder de wet. Want kijk, als je kijkt, dus ik ben daarvan vrijgemaakt dat die wet van de zonde in mij gaat regeren. En dan krijg ik dat het vlees gaat in mij heersen. En dan ga ik dus ook naar het vlees wandelen. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, zie je, namelijk een leven voor God te leiden, omdat zij door het vlees krachtloos of zwak was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. De zonde is veroordeeld in het vlees, in zijn lichaam, daar is mij afgerekend. En waarom? Kijk, opdat het recht van de wet, het recht, ja, de gerechtigheid van de wet, vervuld zou worden in ons. Spreekt hier over ons wandelen? Nou, we hebben in Titus gelezen, in het eerste gedeelte, de zaligmakende genade, die onderwijst ons dat ik matig en wat? Rechtvaardiglijk leven zou. Dus Christus heeft ons niet alleen verlost van de eeuwige dood, maar ook opdat de gerechtigheid in ons vervuld kon worden, wat onder de wet dus niet kon. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, toch? Zegt hij in Romeinen 7 vers 12. Dan zou je kunnen denken, nou, als ik daaraan ga gehoorzamen, dan ga ik ook heilig, rechtvaardig en goed leven leiden. En dat is dus niet het geval. En daarom eindigt Paulus ook, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dit ellendige lichaam, wat alleen maar de dood oplevert? Dat is de wet van de zonde. De wet van de zonde en des doods. Maar nu hebben we Gods geest. En dan zie je in vers 4, het recht de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat wil zeggen, wanneer wordt het recht van de wet? Dat is, wat wou de wet? Gerechtigheid. Onder de wet kon het niet, maar nu door zijn geest, kijk, kan het nu wel. Tenminste, wat staat erachter, is een voorwaarde. Als ik naar de geest wandel en niet naar het vlees. En nou, als ik in Romeinen 7 leef, dan ga ik naar het vlees wandelen. Ook weer zo'n tekst, hè? Onder de wet. Nou, en dan zie je, want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Dus iemand die onder de wet is, bedenkt wat des vleeses is. Dat klopt. Want wat doet de genade? Wij zondigen nog steeds, ja. Maar nu, wat doe je nu met de zonde? Dan kijk je, wat eerst wat je doet, is, dan kijk je natuurlijk naar wat Christus. Wie ben ik in Christus? Want in feite is dat de oplossing, Romeinen 6. Wie ben ik in Christus? Hoe ziet hij mij? Wat doe je onder de wet? Dan ga je kijken naar wat? Dan ga je naar jezelf kijken. Ja, in plaats van wat Christus voor jou heeft gedaan aan het kruis. En dat je bent dood voor de zonde, maar levend voor hem. Je bent een heilige. Je bent onberispelijk in zijn ogen. En dat verandert iets in je leven. Dan kan je dus die gerechtigheid nu wel gaan leven. Weet je, er is geen zonde. Nee, hoe zou ik het zeggen? Er is geen zonde die jij in je leven doet. Waarvan je kan zeggen, ja, ik kon niet anders dan zonde. Je hebt helemaal geen excuus hoor. Dat is niet zo. Onder de wet werd hij bekrachtigd. Maar nu heeft hij zijn gereedschap gegeven. Zijn genade. Waardoor wij nu. Nou ja, kijk. In vers 13. Indien gij naar het vlees leeft. Zo zult gij sterven. Daar heb je het. Dat is de wet van de zonde en des doods. Dat is ga je geestelijk sterven. Gods geest bekrachtigt jou dus niet. Hè? Maar dan. Indien gij door de geest. De werkingen des lichaams doods. Zo zult gij leven. Dus let op, hè, dit hoofdstuk heeft te maken met wandel. Niet met je positie. Dat heeft te maken met wandelen in overeenstemming met je positie wie je bent. En Gods geest stelt jou in de gelegenheid daartoe. Dus Romeinen 8 vers 1 is geen tekst die zegt van, ja, er is geen verdoemenis zolang jij maar naar de geest wandelt en niet naar het vlees. Want dan krijg je dus onzekerheid, hè. Dan denk je, oh ja, dus ik moet in de geest blijven wandelen, want anders ga ik verloren. Nee. Dus, oké, dus wat dat betreft zie je ook weer dat het woord de waarheid moet je recht snijden en ook goed lezen. Nou, dan krijg ik de volgende. Oh, we zijn, nou, kan nog even, ja. Hallo Jan, mooi om dit zo te doen. Ik heb eigenlijk nooit geloofd dat je de zaligheid kon verliezen. Ik had wel vriendinnen die dat wel geloofden vanuit de Pinkstergemeente. Maar ik heb wel een aantal teksten uit mijn verleden
die me deden twijfelen of ik in ongenade was gevallen. Hé, ja, de vraag is ook, gij zijt van de genade vervallen. Gevallen, ja. En dat betekent, ik ben uit de genade gevallen. Nou, wij weten, dat heeft te maken met dat je niet meer onder de prediking van genade blijft. Bij de apostel Paulus. Ja, als je daar natuurlijk, als je niet onder de prediking van de genade blijft, hè, waar val je dan in? Als je bij het, tenminste, de Heer wil blijven dienen en met de Bijbel lezen, dan ga je dan van de genade naar het koninkrijk, naar de wet. En dan ben je van de genade vervallen. Nou, de effecten hebben we net gezien in Romeinen 8. En dus daar staat dan, die me deden twijfelen door die teksten, toen de tijd, of ik in ongenade was gevallen. Dat ik niet acceptabel was in mijn gedrag, enzovoort. Deze, dan moest er eerst weer een preek of een tekst komen, die mij verzekerden dat het wel zo was. Omstandigheden en zo. Ja? Zie je het? Nou, bijvoorbeeld een tekst. Jacobus 1, vers 6 tot 8. Ik hoor al, oh ja, dus dat komt bekend voor. Jacobus 1, vers 6, 8. Nou, je ziet, je kan teksten uit de hele Bijbel pakken, ook uit de brief van Paulus. Je plikt hem eruit om te laten zien, kijk, je ziet als een tekst die bewijst dat je verloren kan gaan. Iedereen kan, als hij wil, kan hij ze gelijk halen, hè? Door het uit zijn verband te halen. Maar dat doen wij niet, want Jacobus, we weten, die spreekt in vers 1... tegen de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Nou, klaar, kan ik gelijk zeggen, klaar. We hebben ook een standaard antwoord van, het is niet voor ons. Boom, klaar. Ja? Maar zo willen wij natuurlijk niet de Bijbel lezen of mensen beantwoorden. Dus als je Jacobus 1, vers 6 tot 8 leest, maar dat hij ze begeerde in geloof niet twijfelende. Want die twijfelt is een baardenzee gelijk die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mensen menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Ja. Ja. Dus je moet wel goed blijven geloven. Ja, want anders kan je niet helemaal of het zo bedoeld was, degene die het vroeg. Maar er staat, je moet regeren in geloof. Maar ik heb het toen ook met Jacobus al laten zien. Met Jacobus ook, ja. Niet dat hij zijn behoudenis zal verliezen. Dat staat hier niet, ja. Maar twijfel, wat is twijfel? Abraham, dat staat in Romeinen 4. Twijfelde niet door, wat staat daar? Ongeloof. Ja. Dus ongeloof, ja, dat is natuurlijk niet goed. Nou, twijfelen wij wel eens? Nou, nee, ik denk het niet. Niemand hier, heb ik zo'n idee. Hoe komt dat? Omdat wij door de waarheid recht snijden en juist de teksten op ons van toepassing, op onszelf toepassen. Maar meent niet dat hij iets zal ontvangen van de Heer door twijfel. Nou, daar komt het op aan, dat woord en waarheid recht snijden. Nou, wat hebben wij ontvangen van de Heer Jezus? Ja? Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Door de woorden en waarheid recht te snijden, de tekst in je hoofd te printen, dan weet je, hé, hey, ik heb alle geestelijke zegeningen ontvangen. Wie kan er, we gaan Romeinen 8 even teruggaan. Dan pak je die tekst erbij, dat je zegt, wat moeten wij nog ontvangen? Ja? In feite, wij hoeven niks meer te ontvangen, toch? Ik heb alles al gekregen, ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wat heb ik in mijn dagelijks nodig nog om van hem te ontvangen? In deze tijd van crisis, een baan of misschien wel een nieuwe koelkast. Want er zijn, ja, denk je, hoe kan je het zeggen? Maar er zijn ook mensen die bidden natuurlijk ook voor dat soort dingen. Ja? Moeten wij dat allemaal ontvangen? Nee. Want wie niet wil werken, zal ook niet eten. Wij moeten gewoon werken voor ons geld. En God gaat ons niet zomaar allerlei dingen geven. Weet je waarom niet? Want God heeft ons alles al gegeven. Dus wat moeten wij nog ontvangen? Ja, dat wil zeggen, ik zou willen zeggen, nou, ik zou wijsheid willen ontvangen. Ja, dat ik zijn woord begrijp en in zijn wegen zal wandelen. Nou, hoe krijg ik dat? Dat is door het woord te lezen. Wij hebben alles ontvangen. Want als je in Romeinen 8 kijkt, in vers 31, zo wij dan tot deze dingen zeggen, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Kijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem
niet alle dingen schenken. Dus met hem, ja. Dus hij heeft ons alle dingen geschonken. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dus Romeinen 1 begint met er is geen verdoemenis voor als je in de geest wandelt. Ja? En hij eindigt, wie zal ons scheiden? Wat er ook gebeurt in deze wereld, hier heb je de omstandigheden. Vers 35, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Enzovoort enzovoort. In vers 37, wij zijn in dit alles, in die omstandigheden, meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wat er ook gebeurt in je leven, niet en niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus. Er staat hier niet van mijn eeuwige behoudenis, hè? Daar gaat het niet over. De liefde van Christus. Wat er ook gebeurt in je leven, de liefde van Christus blijft altijd hetzelfde. Ook al heb je gezondigd, dan nog, ja. Maar er is geen twijfel, ja. Die meent niet dat hij iets zal ontvangen van de Heere. Wij hebben alles al ontvangen. En wat zijn wij nu aan het doen? Wij zijn in feite aan het ontdekken. Hij heeft zijn Zoon gegeven voor ons, ja. Dus als hij zijn Zoon aan ons heeft gegeven, zal hij dan ook niet met hem? In feite moet je zo zien wat wij nu hebben in Christus. Nee, wij zijn in Christus, ja. Dat betekent dat alles wat Christus ontvangen heeft, en zijn positie die hij heeft met de erfenis alles, daar delen wij in. Want wij zijn namelijk in hem. Wij zijn in het lichaam. Je bent een hand of een voet, maakt niet uit. Maar wat noemt hij dat in zijn totaliteit? Het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 12 vers 13 spreekt hij over dat wij zijn in dat lichaam gedoopt. Hè? Kunnen we even kijken. Maar het vers daarvoor, als je dat leest. 1 Korinthe 12 vers 13. Kijk, vers 12. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam vele zijnde. Maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Hij zegt niet het lichaam van Christus. Christus. Want wij, ook wij allen, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Wij zijn in het hele lichaam gedoopt. En hij zegt, wij zijn al die leden in vers 12. Dat is één lichaam en zo is ook Christus. Christus bestaat uit de leden van zijn lichaam. Wij zijn een lid van dat lichaam. Wij zijn deel van Christus zelf. En dat is wonderlijk, dat is bijzonder. Dat betekent dat wij in alles met hem delen. En dat is jouw positie. En dat moet je gaan zien. En dat is, hij heeft ons alles geschonken. Maar weet iedereen ook dat hij alles jou geschonken heeft? Moet ik nog iets begeren om te krijgen in mijn leven? Nee, ik moet nu gaan ontdekken wat hij mij gegeven heeft. Donderdagavond hadden we het over de sleutel. En dan heb ik nu ook gezegd, ja, er is een kluis en er zit een cijferslot op. Nou, dat is dan een code. En alleen als je de juiste code intypt, dan maak je dat deurtje open. En dan zie je dat al die schatten liggen. En die ga je er één voor één uithalen. En die zeggen, dat is allemaal voor mij. Dat is allemaal voor mij. Heeft hij allemaal aan mij gegeven. En dat is de laatste tekst, 1 Korinthe 2 vers 12. Dat wij dat gaan doen in ons dagelijks leven. Kijk. En daarvoor hebben wij ook die geest ontvangen. Want zonder Gods geest, daar hebben we het al eens over. Hè? Dan praat je met iemand en zeg je, ja, maar dat kan ik toch niet begrijpen. Want hij heeft Gods geest niet. Het enige wat de ongelovige begrijpt. En daar had ik met Hans ook nog over afgelopen donderdag. Ook op die begrafenis zitten natuurlijk ongelovigen en gelovigen. Maar die ongelovige kan één ding begrijpen. Is dat hij is een zondaar. Dat weet hij trouwens. En dat God bestaat. En dat hij verloren gaat. En dat hij een verlosser nodig heeft. En dat Jezus Christus. Maar als je helemaal gered bent, dan ga je tot kennis van de waarheid komen. Maar dat wil zeggen, kijk in 1 Korinthe 2 vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Kijk, maar wij hebben de geest die uit God is. Die hebben wij ontvangen. En waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn.
Dus welke dingen moet ik nog begeren? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ik heb alles ontvangen. En wat ik nodig heb, is dat ik heb Gods geest, ik heb zijn woord. En daardoor ga ik het woord begrijpen, ga ik het bestuderen. En dan ga ik steeds meer ontdekken wat mij geschonken is. En als ik in een situatie kom en het wordt moeilijk. Er komen verdrukkingen en tegenstand. Je hebt een moeilijke situatie. Dat kan ziekte zijn, dat kan je baan zijn. Dat kunnen vervolgingen zijn. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Maar wat doe je dan in zo'n geval? Heren, wilt u me alstublieft die verdrukking wegnemen? Nee. Want dan, wat doen wij dan? Waar vinden wij het antwoord? In Gods woord, recht gesneden. En dan weet je in elke omstandigheid, alle verzoeking die op je afkomt, is wat? Een menselijke. Je zal niet boven je mogen. Ik zal die voorlezen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. De God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Zie je dat? Dus hij neemt die verzoeking niet weg. Maar zijn woord geeft jou de uitkomst. Dus wat begeer ik in het geloof? Dat wil zeggen, ik wil wijsheid hebben. Ik wil vertroosting hebben in het woord. En dat ik kan verdragen in de omstandigheden. Als het daarom gaat, om zulke omstandigheden. En dat gaat hij je zeker geven. En dat is samen met het woord. Met Gods geest. En dan krijgen wij de versterking in de inwendige mens. En dan kan jij het verdragen. Maar hij gaat niet dingen aan jou geven, zodat jij een gebaand pad zo krijgt en er gebeurt jou allemaal niks en er blijft allemaal roze groene maneschijn. Nee, dus let op, hè. Dus wij moeten begeren, net zoals wij moeten bidden, hoe? In overeenstemming met zijn wil. Ja? En dat is ook met het begeren. Het begeren is de Heere te dienen, ja, in alle omstandigheden. En nou, het is goed dat je weet dat je rijk bent in hem, dat je alles ontvangen hebt. Met alle geestelijke zegeningen. Dat is mooi. Ja? Fenomenale positie. Dat wij zijn in de hemel gezet. En hebben alle geestelijke zegeningen. Niet allerlei. Niet hier en daar. Ik heb nog een paar. Wilt u mij zegenen? Nee, ik ben gezegend. Vader, ik wil u danken dat wij dit weten. Dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. U hebt ons alles gegeven. U hebt uw zoon gegeven. Het meest kostbare en dierbare wat u had, heeft u aan ons gegeven. En daardoor weten we ook, als u dat hebt gegeven, ja, dan hebben wij ook alles ontvangen. En dan zal u ook met hem niet alle dingen schenken. Schenken, Vader, dat is ook zo'n woord. Dat betekent, wij krijgen het helemaal gratis om niets. Zonder er voor te betalen. We hebben het niet verdiend, maar het is uitgenaamd door het geloof. Vader, dat we toch in die waarheid gaan staan. Dat we in die waarheid gaan staan, dat wij alle zegeningen hebben ontvangen. En dat u wil dat we daarin gaan wandelen, Vader. En dan geeft u ons ook de kracht, de wijsheid en de sterkte en de vertroosting door uw woord om daarin te gaan wandelen. Vader, daar zijn we u dankbaar voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.